Nou, u weet het inmiddels van ons. Hè. Aan het einde van Hoe maakt u het hebben we een kookitem. En Jacob-Jan die gaat vast weer iets heel erg lekkers aan ons voorschotelen en vertellen hoe dat moet. Maar dat doen we zoals gebruikelijk weer op een kookmachine van Bourgini. Wat is dit? Ja, een keuken... Een keukenmachine. Kitchen Chef Red, maar eigenlijk mijn praalpaardje. Ja, waarom? Nou, ik vind dit toch zo'n... Ik heb mijn eigen keuken natuurlijk staan. Ja. Het staat toch al prachtig. Ja, zeker. En maar... het doet het nog eens goed ook. Dit is getest, hè? Consumentenbond heeft dit getest. Ja, beste koop. Echt ja. Trots op. Ja, kan ja. Ik me voorstellen. Dus het is niet alleen mooi, maar het werkt ook goed. Ja, en dan mag jij mee aan het werk, Jacob-Jan. Wat ik eigenlijk wil doen, een kapsel met citrus. Ja. Dat gaan we erin raspen. Hè? Dat hoort een beetje bij mij, die citrustonen. Ja. En daarna ga ik toch ook nog even een soort marmelade laten zien. Die ik eigenlijk maak van een beetje gelijsuiker, wat sinaasappel, wat limoen en wat grapefruit. En dat gaan we met die taart eten. En we gaan een brioche maken. Want we zitten natuurlijk in een feestelijke periode. Dus doe ik twee eieren op? Nou, dat zijn drie eieren. Doe ik een beetje citroenrasp. Een klein beetje limoenrasp en wat sinaasappel. Eieren erin, uiteraard suiker. Nou, dan zetten we hem aan. En dit is eigenlijk voor een chef het mooiste moment. Keukengeluiden. Ik zie daar nog een paar koppen staan, maar die gebruik je voor andere zaken waarschijnlijk, of niet? Nou ja, dit is vooral voor deeg. Dit is echt voor wat zwaarder deeg. En dit kan voor pasta deeg zijn of bijvoorbeeld, noem maar op. Ja. Nou komt eigenlijk het meest tricky. We moeten een beetje bloem zeven. En waarom zeven? Dat er geen klontjes in zitten, een mooi strak deeg krijgen. Dan ga ik dat heel rustig omscheppen. En dat is eigenlijk alles. Kijk, en dan ga je toch nog weer een beetje dat citrus. Want ik vind dat citrus zo lekker. Ja. Maakt helemaal show. Ja, het is muziek van de keuken. Ja, en dan rest ons nog maar één ding. De oven. Goed, dat staat in de oven, Jacob-Jan. Wat gaan we er ondertussen doen? Het uitsnijden van citrus. Nou kijk, wat je dan doet, als aan één kant snij je langs dat segmentje. En dan duw je hem als het ware er zo uit. Ik wil het vocht ook hebben. Ja? Dus ik knijp dat uit. Dat gaat in het pannetje. Daar voeg ik een klein beetje geleisuiker aan toe. En dat kook ik even. En eigenlijk is het de kunst dat je hem niet te lang doorkookt, maar gelijk er weer uithaal. Want dan hou je die segmenten heel. En er komt als het ware een beetje een kompotje omheen te hangen. Ik zet hem even koud. We gaan een brioche maken. Wat hebben we daarvoor nodig? Een ei. Een klein beetje boter. Dan natuurlijk... suiker en zout. Dan melk. Heel belangrijk, gist. Dat is uiteindelijk het rijstproces. Ja. En de bloem. Ja. Nou, wat nu belangrijk is, en dat is ook weer het leuke van dit apparaat, verschillende standen. Rustig even laten opkomen. Belangrijk is ook dat je het niet te lang draait, want dan wordt de boter warm en krijgt de structuur van het brood straks een wat vettige indruk. Een ander ding wat heel belangrijk is bij het maken eigenlijk van alle broodsoorten waar gist in zit, dat iets moet rijzen. Dit op een redelijk warme plek, eigenlijk een half uurtje laten rijzen. De rest doet de oven. Daar is de brioche. Nou ja, dit is hem dan. Oh, het ziet er mooi uit zeg. Ja, en nu komt. Ja. En je ziet door die geleisuiker is dat een beetje stevig geworden. Ja, maar niet te erg. En zoals je ziet hebben we hier dat kapsel. Ja, dan is het eigenlijk een feestje als je heel simpel, en je doet hem dan dicht. Ja. Dit is voor mij nou snoepen, eerste klas. Ja, daar raak je stil van. Hè? Heel lekker, echt heel lekker. Jacob-Jan, voor deze week bedankt, Nicky, jij ook. En volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer met een nieuwe uitzending van Hoe maakt u? Dag!